Hoi, dit is de eerste vlog van Versus A. En Suzanne is er even niet, want we waren vergeten het intro op te nemen. En ze is nu gewoon thuis en ik moet hem nu gaan bewerken. We moeten even wennen met het vloggen, maar ik vind het wel erg leuk. We gaan elke week een vlog uploaden met daarin beelden van ons allebei van de afgelopen week dingen die we hebben meegemaakt. Dit is de eerste vlog, dus veel plezier. Hoi Veer, wat gaan we zo meteen maken? Ja, wel, hoe noem je het? Bladen tegen met aardbei. Ik weet we niet. Gaan zo meteen een hele leuke Valentijns kookvideo maken. Ik vind het wel echt leuk. Dus dat gaan we zo doen. Maar eerst boodschappen doen. Vera heeft haar haar gekruld. Ik vind het echt super mooi. Ja? Ja. Juist omdat het niet van die harde krullen zijn, hè? Niet gewoon donders krullen, maar gewoon een beetje strak. Ja, dat vond ik ook wel leuk. En je hebt ook meer volume. Hebben we ook boodschappenlijstje? Ja, ik heb ook hele ingrediënten. Ik heb alles mee. Veer, heb jij een vlogcamera wel mee? Nee. Oh. Maar ja, wordt het wel een eenzijdige vlog? Lieverd, we hebben nog 7 dagen. Ik wil echt een representatieve vlog met alles wat we doen. Kijk deze huge-ass aardbeien, ze zijn echt mega groot. Oh my god. Wauw. Dit konijn kijkt wel echt een beetje evil. Je kijkt echt alsof hij je op wil eten. Ik zal eens even foto's aanmaken. Doe me heel professioneel zo. Hij is echt lekker, joh. Ja, yeah, I know. Ik ben pannenkoek aanpakken en ondertussen, ja, beste achtergrondmuziek ooit. Teske, dus dat is echt heel leuk. Ik ben American Pancakes aan het bakken. Hallo, dit ben ik. Status is het 's avonds. Echt heel veel, ik krijg nooit op. Maar goed, het maakt niet uit. Vandaag was ik bij Vera om onder andere onze video op te nemen van de Valentijn Pop Tart. En daarna heb ik even een lesje piloxing gedaan. En mijn vriend Bas heeft vandaag onze vloer gelegd in ons nieuwe huisje. En nu zijn we allebei best wel moe en al die dingen. Maar we hebben nog niet gegeten, dus we gaan even een pizzaatje halen. Hebben jullie nog een pizzaatje gewild? Ik lust er heel graag heen. Ja, zeker. Vorige keer een stagioni volgens mij. Ja, die wil ik graag. Ja? Ja. Ja, die wil ik ook wel. Ik krijg net wat zappie van Suzanne of ik al aan het vloggen ben. Het is vandaag woensdag en de zon schijnt. Het is echt zo mooi weer. En daar krijg ik altijd heel veel energie van. Dan wil ik altijd alles doen. En outfitfoto's maken en productfoto's maken en make-up foto's maken, buiten lopen en de zon voelen en met mijn dieren knuffelen en hun hokken verschonen. En ja, dan wil ik altijd te veel doen, dus ik moet nog even bedenken wat het gaat worden vandaag. Ik ben in ieder geval begonnen met 3 broeken te passen die ik had besteld in de final sale bij ASOS. Ja, ik moet altijd gewoon heel veel broeken bestellen omdat ze heel vaak niet passen bij mij. Jeans, dan zitten ze, ja, eigenlijk vooral nooit goed om mijn taille. Heel vaak gapen ze bij mijn rug, omdat ik best wel een holle rug heb. En deze passen ook echt alle 3 niet, dus ik ben echt super gefrustreerd. Dus trouwens een oplader en een boterham, die horen er niet bij. En ja, ik ga ze zo gelijk maar terugbrengen naar het postkantoor. Helaas, jammer de bammer. Ik hou van ijshaven met pindakaas, want het is zo lekker. En ik heb een blij gezicht. We gaan lekker noedels eten. Heel simpel, maar wel lekker. We love this. Dit is vodka pineapple. Heel lekker. Alleen, ze verkopen dat niet bij mij in Albert Heijn. Dus Jeffrey neemt altijd mee. Niet altijd, maar af en toe. Dan zeggen we oké, lekker. En dan neemt hij het mee uit te strijden. Dus dat is heel fijn. Ik heb vandaag een super leuk pakket gekregen van US Candles. Met Yankee Candles erin. En van die wax tarts heten ze, geloof ik. Nou, ik heb pas 1 keer een Yankee Candle geprobeerd. En ik heb al zo vaak op het punt gestaan om er meer te bestellen. Via internet vind ik dat toch lastig, omdat je natuurlijk graag de geuren wil ruiken. Ik heb er nu dus 2 die ik kan gaan proberen. Daar ben ik echt heel blij mee. Ze zijn in Valentijns thema. Dit is Wedding Day. Ik weet niet of dit een hint is, maar die ruikt een beetje, ja, mijn zusje vond hem naar Dolf ruiken. Hij ruikt een beetje, ja, naar badkamer of zo. Ik kan niet eens goed uitleggen. Dit is mijn favoriet. Sweetest Valentine. Kijk, hij ziet er super leuk uit. Wip met rood. Ja, hij ruikt naar sparkling cinnamon en vanilla cupcake. Kaneel en vanille. Oh, hij ruikt zo lekker. Hier ga ik echt heel erg van genieten. Hoi, dit is Geurk. Ik mag eigenlijk geen lievelingscavia hebben, maar Geurk is wel een beetje mijn lievelingscavia. Altijd voordat ik naar bed ga, ga ik altijd met hem knuffelen.
zou het heel erg van knuffelen. En Bas vindt het stiekem ook heel leuk, maar dat heeft hij nooit toe te geven. Bas? Ja, lach maar. Zeg eens hoi tegen de mensen, schrik. Hallo. Kijk, dat was de hoi. Versus A staat eindelijk live. Ik kijk het naar het schermpje in plaats van de glens. En we zouden al maandag live gaan. En het is nu vrijdag. Het is nu donderdag. Het voelt als vrijdag. En we gingen maar niet live. En het stomme was, we hadden een heerlijke taart. Suzanne's zusje had een heerlijke taart gemaakt. Echt heel erg lief. Saskia, nogmaals bedankt. Maar ja, we wilden die taart natuurlijk aansnijden als de sidelife zou staan. Een klein stukje aansnijden om te vieren dat de nieuwe site online staat. Daar heb ik echt mega veel zin in. En nou goed, echt onwijs. Hoe lief is dit dat ze gewoon deze taart gemaakt heeft voor ons. Nou, ik ga een hapje nemen. Nou, is wel heel lekker. Oh, heel lekker. Taart is super lekker. Saskia, dankjewel. En we staan eindelijk live. Yes! Goedemorgen, ik ben jarig. Ik ben 23 geworden. En als je dit ziet trouwens ben ik al lang niet meer jarig. Maar nu wel. Ik heb een bedtapijt van Jeffrey. Met deze Trezor. dingen in mijn yoghurt. Want ik eet normaal altijd ja, wat gezondere crusty. Dat is natuurlijk niet heel gezond, maar ik vind het wel lekker. Zit me ontbijt op bed. Schattig. En oh, ik krijg zoveel lieve felicitaties op mijn telefoon. Echt heel veel lieve berichtjes op Twitter vooral. Echt dankjewel. En ik krijg mijn cadeautjes in etappes. Dus dat is wel heel spannend. Dus ben ik aan het uitpakken. En nou, heel erg veel zin in vandaag. 23, ja yeah, baby. Behind the scenes van Vera. Vloggen met Jeffrey. Vloggen met Jeffrey. Best lastig om je eigen nog in beeld te krijgen. Ja, is echt lastig. Want je moet horen, je denkt ik moet zo. Maar dan zie je niks. Oh, dit wordt echt een mooi filmpje, joh. Tuurlijk wordt het een mooi filmpje. Je hebt gemaakt. Waar zit je aan- en uitknop van die... Oh, na 9 minuten, dus je moet gewoon eventjes van. Oké, wat goed. Nu zitten we in Vissenkom Vera. Ik ga nu naar Utrecht, want er is iemand en die wordt binnenkort 30. En ik zal haar naam niet noemen, want ze schaamt zich er een beetje voor. Maar we gaan haar vanavond verrassen, want we hebben met de hele groep een cadeau voor haar gekocht. En dat gaan we vanavond geven. Jeffrey had me ook nog geappt, de vriend van Vera. Want natuurlijk, Vera is vandaag jarig. Maar ik ben maandag bij haar geweest en dinsdag bij haar geweest. En ik heb heel vaak gevraagd, wil je het echt niet vieren? Vind je het echt niet jammer dat je het niet viert? En nou ja, en nu appte Jeffrey mij dat ze dus toch een beetje spijt had dat ze het niet viert. Dus hij is nu stiekem mensen aan het uitnodigen voor morgen. Zodat er morgen toch nog een klein feestje komt voor Vera's verjaardag. Maar ja, morgen kan ik dus helaas niet. Want morgen wordt mijn oom 50. En ja, die geeft een heel etentje en zo. Dat staat al heel lang vast. En ik heb ook beloofd om foto's te maken. Dus daar kan ik echt niet onderuit. Maar vind ik wel heel jammer natuurlijk. Maar goed, ik zie Vera maandag weer. Dan geef ik ook haar cadeautje. En nu hou ik op met praten. Nu ga ik naar Utrecht. Het is al 9:15, dus we hebben best wel honger. Even kijken waar we gaan eten. Bij Beers and Barrels of El Borno. Ik denk al staan Bas ligt voor dit spare ribs. Toch Bas? Ja, klopt. Het is toch een pastaatje geworden, want we hebben niet heel veel tijd. Dus ik dacht, we doen even snel een pastaatje. Hij ruikt heel lekker. Volgens mij zijn we er. Er staat wel een man verkleed in een rode mantel of zo binnen, dus ik weet niet of er een dresscode was. Nou ja, ik denk dat het gezellig wordt. En ik ben benieuwd wat er op het menu staat. Zal ik jullie laten zien. Ik zal ook even vast mijn outfit laten zien. Ik had niet heel veel tijd, want ik moest heel veel klusjes doen vandaag. Maar dit heb ik aan. Een beetje netjes en simpel. Ik zit lekker aan de bitterballen. Proost, het is zaterdagavond. Ik vind het wel een leuk ding. Ik vind het ook wel een leuk ding. Zullen we meenemen naar huis? Ja. Ja, I love it. Oh, je ziet er zo goed uit. Ja, mijn neus lijkt wel schattig. Ja, mijn neus ook, joh. Hallo.
Hallo, wij zijn Ali en Sake. Ali en Sake! We zijn op Vera's verjaardag. Ja. The bag now. Weekend. In the party in the weekend. Abby is er nu ook. Ha. En... Het is all about that nose, about that nose. Die moet zo zijn. Wow. Hey, ik krijg ook wel eens mailtjes als mensen dingen hebben geüpload. Hey, goedemorgen. Het is nu, even kijken, 4 uur 58. Bijna 5 uur dus. En ja, ik zit al klaar om naar de Eihallen in Amsterdam te gaan. Ik ging om 1 uur naar bed. Dat was echt een top idee. Maar goed, we gaan lekker knallen vandaag. Tenminste, ik ga mijn best doen. We gaan met 2 auto's met heel veel kleren en schoenen en met 4 mensen naar Amsterdam. Dus ik hoop dat we heel veel mensen blij gaan maken met nieuwe spulletjes. En ja, dan vanavond maar gewoon naast de Sesamstraat naar bed. Net zoals de vorige keer heb ik echt weer de meest kleurrijke kraam van iedereen hier, denk ik. Hoi, het is vandaag maandag en ik ben nu net bij Vera en ik kwam binnen en Vera zei gelijk, oh, ik heb champagne. Superleuk, want ja, we hebben nog niet samen gevierd dat Versus A online is, want toen we donderdag online gingen, toen, ja, toen waren we niet bij elkaar. Dus superleuk dat ze champagne heeft. Uitgevallen of zoiets, en toen wisten ze niet hoeveel die had getankt, dat was helemaal drama. Nou, gaat best goed. Oh, en trouwens, toen ik vanochtend beneden kwam, komt het zelfs vandaag nog. Yeah! Ik heb geen make-up op, want ik moet nog producten reviewen. En nou goed, het is niet dat je denkt van wat raar. Oh. Het is 10 uur 's ochtends. Lekker aan de champagne. Ja, lekker hè? Het lijkt dat wel kinderen. Ja, het is echt een beetje... I know, het is een hele zoete champagne. Mocht je niet van champagne houden, of in ieder geval niet van heel die droge... Het is een aanrader. Lekker zoet. Nou, ik ben met Sanne en Teske bij Genroku. We gaan lekker sushi eten. En kijk even hoe mooi dit is net gebracht. Bye. Echt veel. Nou, dat was hem dan. Veel beelden zijn heel erg fisheye. We zijn erachter dat ze het kunnen anders instellen, zoals nu. En dan is het niet fisheye, maar dat is wel een stuk dichterbij. Dus daar moeten we nog even mee oefenen voordat we daar een beetje handig in worden. Maar dan weet je dat de camera iets meer fisheye-achtig filmt. We hopen dat je de eerste vlog leuk vond. Weet je nog een leuke naam voor de vlog? Laat het dan even achter in de reactie, want we willen nog een leuke naam geven. Maar we weten nog niet hoe we onze vlogs kunnen gaan noemen. Dus mocht je ideeën hebben, let us know. En dan was dat het. Je kan hier abonneren en dan zien we graag de volgende keer weer. Doeg!